Zo, goedemorgen allemaal. Inmiddels ben ik weer terug van de schuur watersport. Ik heb daar de boot weer op gehad, die moest voor onderhoud weg. Het is nog gesloten seizoen. Gesloten seizoen houdt voor mij altijd in dat ik onderhoud aan de boot pleeg. Dat zijn verschillende dingen. Dat houdt in dat het tapijt helemaal gereinigd wordt. Dat wordt helemaal uitgespoten en dan ziet het er weer als nieuw uit. Maar ook de buitenkant van de boot die krijgt een behandeling, als het ware. Hij wordt helemaal gewassen, schoongemaakt. Dan wordt hij gepolijst en daarna wordt hij netjes in de was gezet. En dan kan hij er voorlopig weer eventjes tegen. De elektromotor die is inmiddels weg geweest voor onderhoud. Die is even helemaal nagelopen of alles nog goed is. Alle mechanische delen, noem het maar op. De trailer is inmiddels weg geweest. Die heeft nieuwe lagers in de wielen gekregen. Maar ook de remmen zijn even afgesteld. Dat is wel belangrijk, want je rijdt veel kilometers en ik wil absoluut veilig de weg op kunnen. Maar een van de belangrijkste dingen van de boot is natuurlijk het kloppend hart. De motor. Die heeft ook onderhoud nodig. Nou is mijn motor nog vrij nieuw. Dus je zou denken, wat heeft hij voor onderhoud nodig? Het is bij Honda zo dat na 20 uur gaat hij altijd even terug naar de dealer. En dan krijgt hij zijn 20 uren beurt. Een 20 uren beurt houdt in dat alle olie die wordt vervangen. De filters die worden vervangen. Ze lezen de motor even helemaal uit. Om te kijken of er geen gekke dingen zijn. En dan laten ze hem daarna nog eventjes proefdraaien. Om te kijken of alles voor de rest in orde is. En als je dat gehad hebt. Dan kun je hem weer meenemen. En dan kan je weer 100 uur varen. Zonder een onveilig gevoel te hoeven hebben. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Dus ook even als advies. Ook bij 20 uur is het belangrijk dat je die motor even wegbrengt. Omdat je daarna gewoon 100 uur door kan varen met dat ding. En dan is het wel zo prettig als daar schone filters en mooie schone olie in zit. Dus houd er rekening mee. 20 uur beurt, hartstikke belangrijk. Zorg ervoor dat je het niet mist. Voor de rest wens ik jullie heel veel plezier in het aankomende seizoen.